Zoals jullie zien, het is druk vandaag bij me. En toen waren we weer bij ons eigen vertrouwde, toch? Ja, dat dacht ik al. Lekkere communicatie zo. Heerlijk. Is leuk. Hele goedemorgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag woensdag 1 februari 2023. En het is nu bijna 12 uur. Het is nu 10 voor 12 om precies te zijn. Ik heb even wat oude kleding gepakt. Even snel gewoon even aan te kleden. Ik moet nog eventjes verkleden. Maar ik ga eerst dit even opdrinken. En dat is dus tomatensap met peper en rode tabasco, want ik heb pijn in mijn strot. Gewoon droge hoest. En dat is niet zo fijn. Zo, en heb je zoiets van, hé, dat wil ik ook nog eens een keertje proberen. Gewoon lekker tomatensap koud uit de koelkast. Gewoon in zo'n normale pak. Peper erin, of gewoon poeder, of gewoon lekker door dat je moet draaien. En tabasco, lekker man. Geniet van jullie dag vandaag. Daar zitten we dan weer in de auto, jongens. Ja, ik ben nu onderweg weer naar de dierenvoedselbank. Ja. En ik heb dus nou ook dit dingetje open. Dit. Wat vinden jullie leuker? Gewoon zo? Of dat ik het zo open heb? Dat wil ik heel graag van jullie weten. Want dan kan ik daar weer wat meer op in gaan spelen. En er is ook sinds kort shorts, neem ik op. Dat is ook tegenwoordig nieuw trouwens, overigens. Die komen dus elke dag om 6 uur. Shorts, ja. Ik loop daar ook weer een stukje mee achter, zeg maar. Maakt niet uit. Juist in verband dat ik dus ook veel weg ben, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja. Dus heb ik eigenlijk ook wel weer zin in. Gewoon even nieuwe input en alles. Ook dankzij YouTube en dankzij Don. Want als ons Don dit mij niet had verteld. Nou ja, niet mij, maar gewoon het op YouTube had geplaatst. Had ik dit dus ook niet geweten. Nee. Dus ja, en nou weet ik het wel. Dus daar gaan we gewoon lekker gebruik van maken. Oh, ja, dat is dus nieuw. Oké, ja, dat kan ook. Dus ik ben dus nu, wat ik al zei, onderweg naar de dierenvoedselbank. Ik moet me ook op de weg concentreren, zoals jullie weten. Dus nee, maar wat ik dus wil weten. Ja, dank je. Dit is wel 50. Dank je. Dus of jullie dit nou fijn vinden of dat jullie dit fijn vinden. Laat het even weten hier beneden. En dan ga ik daar wat meer mee doen. Zoals jullie zien, het is druk vandaag bij mijn tankstation. Tam. Ja, heel, heel erg tam. Dus ja, ik moet even wachten. Dus dat gaan we ook even lekker doen op dit moment. Dus, leuk. Ja, check. En mijn goud. Ja, en wat doe je dan als je moet wachten? Je vervelen. Maar ik verveel me toch nooit, zeg maar. Nee. Maar ik ga gewoon even wachten, want ik ben bijna aan de beurt. Eerst deze mevrouw nu. En daarna ik. Dus, en ik heb alweer een leuke short opgenomen. Ook leuk. Helemaal goed. Helemaal top. Dan ben ik alleen maar weer blij mee, weet je. En gelijk even dingen bekijken. Dat is oneerlijk. Wat is oneerlijk? Geen idee. Nou, over Ziggo. Geen idee. Dus daar is ik al. We gaan het allemaal wel bekijken, joh. En onderweg. En wordt nu ingepland. Dankjewel, Niels. Je bent een topper. Maar dat wist je al. Dus ja, en een mooie Audi BN9112. Yeah. Hele mooie Audi, hè? Oh, is nice. Is hele mooi. Deze is hele mooi.
Hele mooie auto. Hele mooie auto. Echt wel. Ja hoor. Maar dan zeg ik, gewoon even wachten. Beetje grappie. Ja. Nee. Even motor uitzetten. Ja. Ik ben al bezig, dom ding. Ik zet wel eens even motor uit om zonde dan eerst eventjes in de P-stand te zetten. Ja. En die mevrouw is ook alweer bijna klaar. Dus. Nee, vind ik niks aan. Even op dit moment deze muziek. Nee. Dus ik ga eerst even tanken. En daarna ga ik een rouw ophalen. Dus ja. En die jongen is alweer klaar. Oh, een koekje even halen. Ja, is handig. Meneer Audi, fan. Een BN. Ja. Dat is leuk. Waarom moet je hem dan daar neerzetten en dan een koekje alleen naar wegrijden? Ja, oké. Het zal. Maar het is wel een mooie Audi. Dat wel. Dat is één ding wat zeker is. Een hele mooie Audi. Dus ja, hè. Wat moet je anders? Toch? Nou, ik ga eventjes mijn focus op het tanken zometeen. Want mijn grote vriend is er ook. En met zijn dikke deuk in zijn achterbak. Ja, echt serieus. Deze auto, dat is van mijn vriend, ja. Die hier werkt. Ja, maar die heeft een deuk, zoals ik al zag, namelijk. Maar ja, dat is ook niet zijn fout, maar dat is een fout van een ander. Maar dat is allemaal weer opgelost, dus ik ga nou tanken. Ja, en als je je leven filmt, zal ik ook dit moeten filmen, want ook dit hoort nu bij mijn leven. Hi, schat! Hey. Ben ik weer! Ik ben er weer! Zoals altijd. Hè? Huh? Ik zie je zo, schat. Hoi. Oh, heerlijk. Dat zeg ik, dat was mijn vriendje. Oh, wat is dat ook een lekker vent ook weer, hè. Heerlijk. Maar ja, daar zeg ik al. Ik film mijn leven, dus dan moet ik dit ook gaan filmen vanzelf, hè. Ja, dat hoort er gewoon bij. Nou, dan gaan we dat gewoon lekker doen. Ja, we gaan haast jou gek doen. Zoals altijd. Nou ja, en de 50 en dan gaan we ook wel weer halen, want ik heb nog maar 3 streepjes over. Want ik hou eigenlijk nooit van om mijn auto helemaal leeg te gaan rijden. Ook niet helemaal goed. Het zal wel weer eens een keertje moeten, hè? Zo. Beetje wind bijvoei. Maar ja, maakt niet uit. Hoort er helemaal weer bij. Wat zeg ik? En de... Ja, hoort erbij. Eenmaal. Nou, dat is ook alweer de 60 euro. Dan gaan we ook waarschijnlijk aan de 70 aan gaan tikken. Ik wil de 72 gaan tikken. Zo. Top. Ook weer gefixt. Tanken. Top. Ik ga jullie weer meenemen naar binnen. Dat is ook een hele goede. Eigenlijk wel. Ik ga jullie gewoon weer meenemen. Want mijn vriendje is er. Dus die moet er ook weer voor waarschijnlijk. Ja. Geen idee of hij erop komt, maar ik ga wel mezelf even zo filmen voor leuke. IJskatty. Alles goed? Lekker met jou. Lekker met jou. Waarom een chocoladetje? Dat mag ik niet, want daar zit melk in. Ik heb namelijk lactose-intolerantie. Dus dat gaan we maar niet doen. Het is goed bedoeld. Koffie is wat? Koffie. Nee, Een theetje. Lekker, een bakje thee. Lekker. Rooibos. Lekker. Kijk, er wordt gewoon weer goed voor me gezorgd, zeg maar. Ja, toch? Niet dat. Ja, die en die fruit is ook wel goed. Die helemaal daar. Ja, die. Helemaal goed. Hoi.
Ik wou net zeggen, sta ik dan niet in de weg zo lang met mijn auto? Maar ja. Ja, joh, je bent een bekende Nederlander. Een bekende Nederlander. Je bent gewoon... Ja, dat, en dat zeg jij, hè? Ja. Een bekende Nederlander. Wie zijn er? Nee, is goed zo. Is goed zo. Lekker. Dus... Ja, redelijk. Dat ben ik leuk. Nou, ik ga even lekker thee drinken met mijn maatje. Ja. Oh, jongens, nog aan toe. Dan kom ik hier om iets voor 2 uur aan. Dat is leuk. En dan, het is nu dus inmiddels, ik moet even mijn pen pakken, want ik moet ook weer even opschrijven vanzelf. Dat is altijd zo. Dat is gewoon een standaard routine voor mij. Ik moet alles opschrijven. Nee, maar dit is zo chill gewoon. Dat ga ik zo meteen lezen, maar... het is nu dus 2:15. Maar ik ga even opschrijven, jongens. Dus ja, ik ga ook even Rozo bellen dat ik er aankom. En dan, komt het goed. En dan zien jullie ook Roderick soms dan nog eventjes. Zo, en toen waren we weer bij onze eigen vertrouwde, toch? Ja, dat dacht ik al. Ik moet sowieso even batterij hebben voor de sleutel van Ro. Hè? Ja, zoals altijd hier. Zoals altijd. Het ligt hier altijd eruit. Net zoals in Centro. Lag het er ook uit. Dus dan ligt hier het er ook waarschijnlijk altijd uit. Dat is geen uitgang, nee. Maar je kan er gelijk tussendoor hoor. Kijk, als je gewoon er nou tussendoor gaat lopen, ben je er ook. Nee. Kijk die. Is het broertje van die? Ja, precies dat. Ik ben echt serieus dat ik naar hem ga luisteren. Weg met die camera. Nou, sorry, als ik mijn camera weg moet doen en dan moet je ook nog de andere beveiligingscamera's wegpleuren. Ja, zometeen batterijen vandaar pakken. Batterijen straks, moet ik niet vergeten. En ik moet even, luister even voordat ik ding. Ik, batterij, dat is 1. Ja, en ik moet zo'n koordje hebben voor dat ene dingetje die ik van Ilona heb gehad. Wat ik dus aan mijn spiegel wil hangen, zeg maar. Koordje van dingetje. Ja, zo'n dingetje. Ja, precies dat. Af en toe, zo'n dingetje. Ja, gewoon een dingetje, weet ik veel. Even kijken wat hier weer in zit voor leuke dingen. Nee, vind ik niet echt mooi. En dat voor 3,80. Nee, gaan we lekker niet doen. Nee, gaan we lekker niet doen. Oeh. En wat zoek jij? Wat zoek jij? Een adapter. Even iets harder praten, schat, want ik ben aan het filmen, dat weet je dus. Een adapter, maar dan een andere. Welke? Van, vertel. Van USB naar Lightning. Naar de wat? Lightning? Lightning. Wat is dat? Lightning. Wat, en wat is nou weer Lightning? Bij jou. Wat is nou weer lighting? Ik ga eens even opzoeken. Ja, ga jij maar eens even opzoeken dan. Ja, dat wil niet, hè? Nee, opwinden, nee. Dus, ja. Rodi staat dus hier. En ik moet ook mijn dingetjes hebben. Ja. Lighting. Wat is nou weer een lighting? Is dat voor jouw telefoon met die witte dingetjes erin? Ja, nou dat is dat. Oké, okay, dat is dus dat. Oké. Okay. Ja, die hebben ze snel nog niet. Huh? En hun zeggen van wel? 24. Zit. Nou, die moeten dus wel ergens zijn, maar ja. Waar? Nou, dan ga ik even meekijken, dan ga ik even zoeken. Dus.nl. Dat en dat haal jij altijd? Nee, bak. Oh. Haal jij dan een karretje? En dat doe jij altijd. Ik niet. Jij. Standaard. Hola. Jij, en jij haalt altijd karretjes. Niet ik hoor. Standaard. Haal jij die? Oh, lekker dan weer. Lekkere communicatie zo. Heerlijk. Is leuk. Ik had hem nog niet eens in de gaten. Ik denk, nou, hij pakt hem even voor zijn tas, weet je. En dan loopt hij daar naartoe, maar... Oké. Okay. Maakt niet uit, geeft niet.
kan allemaal gebeuren. Maar ik heb dit. En ik heb eindelijk mijn batterijtjes voor Roos. En voor mijn autosleutels, maar die ook Roos heeft, zeg maar. Is handig, ja. Is leuk. Is erg handig, dit. Nou, dan staat hij dus nu daar. Daar hadden ze. Daar, kijk. Daar, daar, daar. Ja, kijk. Dan komt hij nou dus zo meteen naar binnen. Kijk. Is handig. Kijk. 1, 2, ja. Doe maar. Goed zo. Geen uitgang. Nee, joh. Kijk, dan komt hij binnen. Jee. Top. Doe ik gewoon even hierin. Hartstikke mooi. Want dat verkopen ze toch hier niet. Hè? Kijk, en dat is nou wat. En wat bedoelde net? Even van je rug afhalen. Van je, ja, van je hoofd. Gewoon even om je hoofd. Ja, dag. Ik vind het goed met je af en toe. Oh, ik loop lekker even door. Anders ga ik me irriteren. Dat weet ik dus nu al. Anders ga ik me echt irriteren. Want hij is moe. En dan gaat hij anders reageren. Dus ik loop heel eventjes door. Ja, lijkt me een hele handig en een hele goeie. Dus we gaan gewoon weer even kijken. Wat zit erin? Want gisteren zijn we hier niet geweest. En nu wel. Nou, dan gaan we er even gebruik van maken. Wat zit er eigenlijk allemaal in? Nou, niet zo heel veel zoek, zeg maar. Nee. Salade crisp met kip. Dat lijkt me dan wel weer lekker. Met kip en ei. Ja. Met een mini zak poffertjes. Wat? Een mini zak poffertjes. Ja. Ja. Ja, precies dat. Ja, ik ga nog zeggen waar je nog. Even kijken, we hebben hier ook nog een. Ja. Oké. Dat ga ik niet al opeten, denk ik. Ik weet het niet zo. Ja, deze, en die is ook weer met de kip. I know, maar ik moet even kijken hoeveel geld ik heb. Ja. Even kijken, want dit is al 5, dat is dan al 10. Ja, waarschijnlijk, even kijken. Ja. Of tonijn. Anders halen we iets anders ja, eraf. Dat kan erbij. Mooi, heb ik er 4. Die erbij, die erbij. Dat is dan voor vandaag. Dat is, dus is nou woensdag. Nee, je, nou, en dan ga je wel heel erg ver rekenen. Tot en met een zaterdag moet ik rekenen. Nee, schat. Hallo, hallo. Even. Ik bedoel, schat. Vandaag? Zaterdag? Nee. Vrijdag? Nee, stop even. Ik bedoel, vandaag, ja. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja. Het zijn er 4. Vandaag, morgen, overmorgen en de dag daarna. Ah, ha, ha, ha. Ja, maar ik, ja, maar ik bedoel gewoon voor mezelf. Ik, zaterdag, ik moet het dus. Maand, donderdag, vrijdag, woensdag. Hoe reken jij? Zaterdag, vrijdag, donderdag, woensdag. Ja, maar schat, alsjeblieft, nee. Zo raak je mij kwijt. Op die manier. Zo raak ik in de war. Zo raak ik in de war. Dankjewel. Dus, dat zeg ik. Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag. Want zondag ben ik weer thuis. Dus ja, dan heb ik er... halt. Top. Dan heb ik dat sowieso. En moet ik ook nog even vlees meenemen, denk ik zo. Ja, uit de vriezer. Helemaal goed. Voor 1,50. Wat? Ja, dan maar voor 1,50. Ja, joh. Ro, soms af en toe word ik even niet helemaal lekker van zijn. Raad zeg maar. Oké. Oh ja, geeft niet. Komt wel goed. Dus even kijken. Brood moet ik ook even meenemen. Is handig. Maar zal ik een half broodje meenemen of een heel broodje? Geen idee. Ik film jou niet hoor. Ik zat even te kijken. Oh, heerlijk. Gaan we even een rondje om elkaar heen lopen. Dat is ook handig, toch? Ja, toch? Ja hoor. Als ik jou maar niet film. Nee. Nou, en dat gebeurt goed, toch? Zo. Ik moet brood hebben, maar ik zoek brood. Maar ik weet niet wat voor brood. Ja, joh. Nee, die en die brood hoef ik niet. Allemaal brood. Ja. Ik heb brood al op. Dat is fijn. Hier. Heel schat met brood. Die... Lekker donkerbruin. Ja, schat, je bent ook soms een beetje vervelend, jij. Soms een beetje. Soms, ja. Soms een beetje, maar
Dat vervelende vind ik ook soms wel weer grappig. Dus je hoeft niet weg te lopen. Do. Oké, okay, eens even kijken. Dit is namelijk lekker vers brood. Zo. Komt allemaal goed. dat is 1,55. Ik neem dan denk ik deze mee. Hartstikke fijn, dat ga ik doen. Moppie, blijf even alsjeblieft. Zeg ik al, je hoeft niet weg te lopen. Dat doe je wel. Je loopt door, maar je loopt ook weg. Punt.nl. Precies dat. Ja, nou, kom mee dan. Lopen. Kom. Hier op weg. Grappig. Dus, wij gaan nog even boodschapjes doen. Ja. Zo, nou, Lofly die heeft wat geroken in de tas. Ja. Jij hebt wat geroken in de tas. En dat kan kloppen. Want ik heb ook wat lekkers in de tas hier voor jullie. Ja, Lady, mag ik erbij? Ja, ook jij hebt nou geroken, dus ik kan jullie nou niet... Nee, kom eens hier. Mag ik erbij? Kom eens hier. Ja, Leed. Er zit namelijk heel veel lekkers in. Dit is voor de kaafs. Ja, wat is voor de kavia's? Dit is ook voor de kaafs. Ja. Ja. Dit is ook weer voor de kaafs. Ja. Dat is weer genoeg. Dit is ook weer voor de kaafs. Ja. Dan heb ik hier, voor de katten, maar ik heb hier ook nog lekkers. Anders lekkers. Zit dan. Oké, okay, dames, kom eens hier. Ik ga even dit even goed neerzetten, zodat de volgers maar kunnen zien. Ja? Wachten. Ik moet even kijken waar ik dit neer moet gaan zetten nu. Zo, hartstikke idee. Ja, zo. Dames, kom eens hier. Kom eens hier wat meer heen naartoe. Gaat dit nog goed? Nee. Ja, ik weet het. Ik ga even iets meer creëren. Ja, omdat ik dat wil. Alsjeblieft pakken. Niet op de bank, hè? Niet op de bank. Dat gaan we niet doen. Niet op de bank. Niet op de bank daarmee. Lekker, hè? Ze is een oortje, hè? Ja, ze voor jou. Pak maar. Ze voor jou. Oh, heb jij een lekker oortje? Heb jij een lekker oortje, schat? Dat is lekker. Ja, is die voor jou, schat? Is ze lekker? Is die voor jou? Is dat van jou? Oh, is dat van jou dan? Is lekker, hè? Is helemaal van jou. Ja. Dat is helemaal van jou. Ja. Dat is wat. Is dat helemaal van jou dan? Ja. Pak hier. Pakken. Is van jou. Ik ruim het een beetje op. That's it. Meer niet. Is het van jou, hè? Is dat voor jou? Jij? Ja. Het is allemaal voor jou. Ja, dan kan je wat beter liggen, schat. Ja. Ben ik toch wel lief? Hey, wat ben ik weer lief? Hey. Ja. Ik ben ook weer zo goed, hè. Ik ben ook weer zo'n goede mama, hè. Ja. Kijk, en dan kunnen jullie het hier weer lekker vanaf halen. Hey, hoe toevallig. Is je lekker? Dat is lekker, hè? Is van jou? Ja. Dat is helemaal van jou. Ja. Dat is van jou, schat. Dat is lekker. Dat is heel lang geleden. Ja, maar het is wel lekker. Ja.
Is je lekkere schat. Ja, nou, ik ga je zus filmen hoor. Ja. Hi kerel. Hi. Hi meisje. Is je lekkere leed? Is dat lekker wijfie? Is dat lekker dan? Yes, voor jou. Is helemaal voor jou schat. Ja. Kent je toch? Is lekker hè? Ja, wat is dat lekkere schat. Lekkere wijfie, ja. Ja, en zoals jullie zien ben ik dus weer bij mama. Ja, kijk, bij mama helemaal geweldig. En deze is even lekker aan het ruiken. En ik heb Karin net ook weer aan de telefoon gehad. Die gaat morgen de tandarts voor mij bellen, want, nou ja. Die tandarts is er helemaal weer zo wat uit, dus dat is niet handig, nee. Dus waarschijnlijk moet ik één deze dagen even heen en weer rijden, maar... Dit is niet fijn, nee. Maar oké, gebeurt allemaal. Wil jij erop dan? Hè? Ja, wil je erop? Nou, je bent er nu op, oké? En vrouwtje heeft het heel goed gedaan. Ja, en jullie ook. Ja, want je bent wel een heel stuk rustiger zo. Complimenten. Ja. Dus jongens, ik ga de vlog lekker afsluiten. Dus vond je dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Abonneren en reageren. Helemaal goed. Ik zou zeggen, dankjewel voor het kijken en graag tot morgen. Ciao.